Het licht ging uit. De deuren dicht. Woerden werd stil. Geen nacht, geen cultuur. Woerden was stil. We gingen bezorgen. We gingen online. Woerden wilde niet stil. Lichtpuntjes ontstonden. Zorg voor elkaar. Woerden zat niet stil. We ondernemen, we organiseren. Woerden is niet stil. Woerden blijft verrassen. Ik ben dus onlangs in een dorp gaan wonen. 2020 was een onwerkelijk jaar. Een jaar waarin we genoodzaakt waren dingen anders te doen. Woerden wilde niet stil zijn. Vrijwilligers, professionals, samen keken we naar wat wel kon. Samen organiseerden we en zorgden we voor verbinding. Op afstand samen. Van theater in de Technohub tot het festival onder de bomen. Van de zolder van party DJ Marco tot bingo op afstand. Van huiskamerconcert in de buitenlucht tot een digitaal bezoek aan het museum. Van online concerten tot goodiebags voor eenzame ouderen. Van solidari spaarkaarten tot pracht op de gracht en unieke filmprojecten. Van het anderhalve meter kunstpark tot het Facebook Live event tijdens de Nacht van Woerden. Van de stik van Thuishuis Woerden tot de Corolla Challenges van K77. En nog zoveel meer. Samen laten we zien dat de Woerdense cultuursector creatief is en niet stil kan zijn. Ondernemend en levendig. Men oog heeft voor elkaar. We blijven verrassen. Heb een mooi 2021 met je geliefde. En zolang het moet, volgens de geldende regels. Heb aandacht voor elkaar en voor de lokale ondernemers in getroffen branches. Horeca en toeleveranciers, culturele ondernemers, artiesten, licht- en geluidsbedrijven, de mensen achter de schermen, winkeliers, steun hen waar je kan. Als we later terugkijken op 2020, willen we dat samen doen. In de volle kroeg, de theaters, tijdens events, zoals het was en moet zijn. Samen. Woerden is niet stil. Woerden maken we samen. Woerden zijn we samen. Woerden blijft verrassen.